bij About Law. We zijn weer terug van de zomerstop en hebben een paar geweldige sprekers gevonden voor de komende weken. Zoals deze week. We praten vandaag met William Schone-Willem. William is advocaatpartner bij Palens Krans en specialist op het gebied van financiële geschillen. William gaat ons alles vertellen over de nieuwe wet die het mogelijk maakt om in collectieve actie schade te vorderen. Zo vertelt hij onder meer wie er gebonden zullen zijn aan de uitspraak van de rechtbank, hoe rechtbanken om zullen gaan met concurrerende belangengroepen en of hij verwacht dat er veel gebruik gemaakt zal worden van de nieuwe regeling. Maar voordat we beginnen met het gesprek, we zijn nog op zoek naar een paar leuke onderwerpen. Dus ken je een goede spreker? Heb je zelf een goed verhaal? Of wil je iets meer weten over een bepaald onderwerp? Neem dan vooral contact op via de website www.aboutlaw.nl of ga naar onze LinkedIn-pagina. Wil je ons op andere manier helpen? Like dan af en toe ons berichten op LinkedIn. Dat zorgt ervoor dat er nog meer mensen de weg naar onze podcast vinden. William, ontzettend bedankt dat je op de podcast bent. Je bent partner en advocaat bij Palens & Krans. Het is misschien leuk om, voordat we starten, als je iets over jezelf kan vertellen over de praktijk die je voert. Ja, mijn praktijk die bevindt zich eigenlijk altijd op het grensvlak van het economische, financiële en het juridische. Dus dat is een best wel bijzondere praktijk. Doe ik inmiddels al 20 jaar. En in die tijd heb ik ontzettend veel gepionierd. Met name op het gebied van de aansprakelijkheid van banken en financiële instellingen. En dat is ooit eens begonnen met de marginpraktijk, die rond de opties heel erg speelde. Maar dat is inmiddels uitgegroeid tot een praktijk waarin de zorgplicht van banken eigenlijk een van de belangrijkste thema's is. Want bijna bij iedere aansprakelijkheidskwestie waarbij banken of de financiële sector überhaupt betrokken is, speelt die zorgplicht een hele bijzondere rol. En denk dan bijvoorbeeld ook aan beleggingsschades in adviesrelaties of vermogensbeheer. Maar ook als er bijvoorbeeld producten naar de beurs gaan, dan hebben we het nog wel eens over misselling van financiële producten. Nu kun je bijvoorbeeld heel erg denken aan rentederivaten, wat in de praktijk veel voorkomt. Maar ook bijvoorbeeld aan het tussentijds wijzigen of beëindigen van allerlei financieringsovereenkomsten. Dat komt in de praktijk natuurlijk ook veel voor, zeker in de periode zo rond de crisis. En het aardige is dat dat dan ook nog eens een keer aanhaakt bij een praktijk die dan weer een beetje een superspecialisme is, namelijk de aansprakelijkheid van toezichthouders, wat gespeeld heeft onder andere in het faillissement van DSB en ook maar in een iets andere hoedanigheid bij bijvoorbeeld de onteigening van de achtergestelde obligatieleningen en aandelen van SNS in 2013. Dus het is eigenlijk een hele brede praktijk die eigenlijk altijd zo rond de financiële sector draait. Ja, ik kan me in die financiële sector ook goed voorstellen dat er in ieder geval veel collectieve acties zijn. Wat is jouw ervaring daarmee? Ja, die is heel uitgebreid. Want collectieve acties zijn formeel mogelijk sinds 1995 in Nederland. En Palens Krans heeft eigenlijk vanaf het allereerste moment dat instrument ook daadwerkelijk ingezet. We hebben bijvoorbeeld de eerste internetgeoriënteerde collectieve actie gedaan. Dat was die van Dexia Bank, beter bekend ook als Legio Lease. Dat speelde zo rond 2001. En toen traden we op voor een stichting die meer dan 100.000 effectenlease klanten vertegenwoordigde. En dat is uiteindelijk natuurlijk met succes ook gebeurd. Want dat heeft in 2005 geleid tot een miljardenschikking met Dexia. En dat was ook een van de eerste schikkingen die vervolgens verbindend werden verklaard onder de wet collectieve afwikkeling massaschade, waar we het ook nog wel even over zullen hebben, denk ik, later in dit gesprek. En ook daar hield het niet op, want vervolgens kwam verliespolis, dat waren de beleggingsverzekeringen waar we bij betrokken waren. Daar ging het om nog heel veel meer woekerpolis klanten die we vertegenwoordigden. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een aantal compensatieregelingen met de 6 grootste Nederlandse verzekeraars, waar eigenlijk iedereen onder viel. Maar dat zijn schikkingen die niet verbindend zijn verklaard via de WCM, heel bewust overigens. En inmiddels lopen er nog een aantal collectieve acties hier op kantoor, onder andere met betrekking tot Steinhoff. Nou, wij doen daar dan niet de collectieve actiekant. Maar we werken daar met het sessiemodel in die zaak.
En een andere zaak waar we bij betrokken zijn is de onteigening die ik al noemde van SNS achtergestelde obligaties en aandelen. En daar hebben we ook een stichting die we vertegenwoordigen in het kader van zo'n collectieve actie. Naast nog een aantal individuele obligatiehouders. En treed je dan, als ik het zo hoor, met name op aan de kant van de eisende partij of is het toch redelijk verdeeld? In het kader van de collectieve actie zitten we eigenlijk altijd aan de eisende kant. In het kader van de individuele praktijk treden we heel bewust op, niet voor de grootbanken. Dus treden we heel bewust niet op voor de grootbanken, moet ik natuurlijk dan zeggen. Maar treden we weer wel op voor kleinere financiële instellingen. En dat is ook heel goed, omdat je dan van allebei de kanten hetzelfde leerstuk gewend bent te belichten. En dat draagt alleen maar bij aan de kwaliteit wat ons betreft. We gaan het vandaag met name hebben over de wetafwikkeling massaschade in collectieve actie. Misschien is het aardig als je om te beginnen eens even in 3, 4 zinnen of een paar zinnen zou kunnen schetsen waar die wet over gaat. Ja, nou ja, eigenlijk is het een aanpassing van het bestaande collectieve actiemechanisme. En daar kun je eigenlijk al alles mee, althans bijna alles. Je kunt verklaringen voor recht vragen, je kunt geboden vragen, verboden vragen, met of zonder dwangsommen. Je kunt zelfs geldvorderingen instellen, bijvoorbeeld wegens onverschuldigde betaling. Maar wat weer niet kon, was het instellen van een vordering die zou leiden tot schadevergoeding in geld. Want dat stond heel expliciet in de huidige regeling. En eigenlijk in een nutshell gaat deze wet dat alsnog mogelijk maken. En het wet vormt in die zin dan ook een soort afronding van een nog groter geheel. Want we noemden al even die wet collectieve afwikkeling massaschade. Waarbinnen je schikkingen collectief tot stand kunt laten komen en die dan door de rechter verbindend verklaard kunt laten worden voor iedereen die in een soortgelijke situatie zit. Maar dat had weer als nadeel dat daar heb je eigenlijk een stok voor achter de deur nodig. Namelijk als die schikking er niet komt, dan moet je wel ook naar de rechter kunnen. Nou, dat kon dus voor die schadevergoeding in geld kon dat niet. En deze wet gaat dat alsnog mogelijk maken. Hij is er overigens nog niet, hè, want het is nog, hij is wel door de Eerste Kamer. Hij is ook al gepubliceerd in het Staatsblad, maar we wachten nu op de publicatie van het Koninklijk Besluit, waarin ook de datum van de inwerkingtreding wordt aangekondigd. En die is er nog niet. Waar wachten we op, weet je dat? Ik heb geen idee. De wet is in april, zeg ik even uit mijn hoofd, maar daar moet je me even niet aan houden, maar uit mijn hoofd in april gepubliceerd in het Staatsblad. En wij hadden zelf de verwachting dat die per 1 juli in werking zou treden. En hadden dus inmiddels ook al dat KB verwacht. Maar ik heb geen idee waar het op hangt. Dus dat alle formaliteit is aan voldaan. Dus het is echt het wachten op KB en dan kan die overmorgen kan die werking treden. Ja, hey, ik ga even vragen naar de bekende weg. Hè. Maar waarom is het belangrijk dat collectieve acties überhaupt mogelijk zijn? Is het niet voldoende dat mensen zelf een actie kunnen instellen als ze zich benadeeld voelen? Je moet bijvoorbeeld denken aan de situatie dat de schade per individu te klein is om zelf een procedure te starten. Maar de belangen van de groep dan wel gigantisch kunnen zijn. Dat speelde bijvoorbeeld in die aandelenlease-affaire. Want daar ging het om betrekkelijk kleine vorderingen van soms maar 2.000 of 3.000 euro per persoon. Maar wel 400.000 mensen die in zo'n contract zaten. Nou, dan moet je eens voorstellen wat dat, waar dat om gaat. Ik noemde al dat dat uiteindelijk een miljardenschikking werd. Dat is daar denk ik een heel goed voorbeeld van. Maar soms zien mensen er ook tegenop om individueel een advocaat in te schakelen en de kosten te maken om een procedure te starten. En wij zelf zijn bijvoorbeeld heel terughoudend om vorderingen die niet echt al over vele tienduizenden euro's gaan, om die aan de rechter voor te leggen. Vaak wegen de kosten en de risico's dan niet op tegen de investering van die kosten. Maar bovenal, ik moet je ook voorstellen dat het soms helemaal niet efficiënt is om heel veel individuele procedures naast elkaar te hebben. In het geval van Dexia liepen er na de verbindend verklaring van de regeling nog 15.000 individuele zaken. En je kunt je voorstellen dat dat inderdaad helemaal niet efficiënt is en dat het dan heel fijn is om een mechanisme te hebben waarbij je zegt van nou, we stroomlijnen die 15.000 zaken op een zodanige manier dat daar in één keer een allesomvattende schaderegeling in uitkomt. Want anders heb je verschillende rechters die verschillende dingen doen over het hele land. Zeker als daar ook kantonrechters bij betrokken zijn. Nou, dan heb je een veelvoud van jurisprudentie en weet je op een gegeven moment echt niet meer waar je staat. Daar kan het heel zinnig voor zijn.
En het aardige is dat als je er rechtspolitiek naar kijkt, dan ook dan is er nog wel een aardige reden die een rol speelt. Want het is ook een middel wat kan zorgen voor een betere naleving van de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Want als een collectieve actie bijvoorbeeld kan leiden tot volledige schadevergoeding, dan kun je ook geen verdienmodel meer maken van het bewuste overtreden van die regels. In de wetenschap dat toch niet iedereen die schade zal claimen. Er bestaan nu al beperkte mogelijkheden tot collectieve acties. Hè? Enerzijds staat artikel 305 ABW collectieve acties van belangenorganisaties toe. Welke mogelijkheid biedt dit artikel en wat zijn de beperkingen? Nou, dat artikel is eigenlijk heel flexibel. En het mooie van het artikel is dat, dat je eigenlijk je eigen belangenorganisatie vrij gemakkelijk kunt oprichten. Want het volstaat om een stichting, om naar de notaris te gaan en dan een stichting of een vereniging op te richten. De informele vereniging volstaat overigens niet. Want het gaat uiteindelijk om de statutaire doelomschrijving die je opneemt. Als je daarin vastlegt dat je optreedt voor een omschreven groep mensen in een soortgelijke situatie, dan maakt de wet je dus al bevoegd om voor die groep daadwerkelijk op te treden. En onder de bepaling kon als gezegd eigenlijk al alles, behalve die schadevergoeding in geld. En wat je dan dus kon doen was, je deed dan een tweetrapsraket. In eerste instantie had je dan een collectieve actie waarbij je een verklaring voor recht vorderde. En op het moment dat die verklaring voor recht binnen was, dan ging je naar de rechter met alle individuele zaken. En zei je van, nou kijk hier, ik heb het vonnis uit de collectieve actie. Aansprakelijkheid staat vast, het gaat nu alleen nog maar om de schadevaststelling. En dan kon je dus vervolgens op individuele basis betrekkelijk eenvoudig tot een schadevaststelling komen. Anderzijds, zelfs het landschap van verkennen van wat voor wetgeving er nu bestaat. Er bestaat ook sinds 2005 de wet collectieve afwikkeling van massaschade. Misschien is het aardig om het beeld wat compleet te hebben dat je ook nog uitlegt waar dat over gaat. Nou ja, in een nutshell komt dat erop neer dat als je een schikking afspreekt tussen een belangenorganisatie, wat dan weer zo'n vereniging of stichting kan zijn, en bijvoorbeeld de veroorzaker van schade, dan kun je daarin afspreken dat die schikking moet gelden voor iedereen in dezelfde situatie of in een vergelijkbare situatie. En dan biedt de wet, deze wet biedt de mogelijkheid om het schikkingsvoorstel aan het gerechtshof in Amsterdam voor te leggen met het verzoek om die schikking verbindend te laten verklaren. En wat er dan gebeurt is, als het hof die verbindend verklaring uitspreekt, dan valt die hele groep onder de regeling en kun je niet meer individueel naar de rechter. Tenzij je tijdig, en dat moet dan binnen een door dat hof te bepalen periode, een zogenaamde opt-out verklaring uitbrengt. Ja, we gaan het vandaag dus hebben over de wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Die wet die dus eigenlijk het vorderen van massa of schade in collectieve actie mogelijk maakt. Misschien is het aardig om eerst te kijken wat voor acties er mogelijk zijn. Hè? Is het, zijn daar beperkingen aan of kun je elke collectieve vordering via deze wet indienen, collectief? Er is eigenlijk maar één echte uitzondering, er zo over nadenkend. En dat zijn de vorderingen die zo hoogst persoonlijk zijn, dat alleen jij zelf die vordering kunt instellen. En dan zou je dus eigenlijk moeten zeggen, dat zijn vorderingen die zich naar hun aard niet voor collectivisering lenen. En dan zou je bijvoorbeeld moeten denken, ik ken er maar één eigenlijk. En dat is het vernietigen van een overeenkomst wegens het ontbreken van toestemming van de echtgenoot. Want dat is ooit in een collectieve actie door een van de kantonrechters is gebruikt als argument om de collectieve actie af te wijzen. Maar wel te zeggen dat artikel 188, waarin dit is geregeld, dat artikel van toepassing was. Om te zorgen dat rechtssysteem in Nederland dan niet overbelast raakt, heb ik gelezen, is er een zogenoemde scope rule opgenomen in de wet. Wat houdt die in? Heel kort betekent dat de vorderingen die je instelt in een collectieve actie, dat die voldoende band moeten hebben met de Nederlandse rechtssfeer. Want de politiek die was ontzettend bang dat er een soort van aanzuigende werking zou uitgaan op internationale zaken die onvoldoende binding met Nederland hebben. En dat is de reden dat in het gewijzigde, in de aangepaste 305a, dit ook een expliciet ontvankelijkheidsvereiste is geworden. En dan is natuurlijk de grote vraag, wanneer is er nou die voldoende nauwe band met de Nederlandse rechtssfeer? Nou, dat zijn eigenlijk drie situaties die je daar zou moeten voorstellen. In de eerste plaats is dat de situatie dat het merendeel van de belanghebbenden in Nederland woont. Of verblijft, hè, want hier werk je altijd met dat verblijfsbegrip.
De tweede situatie is de situatie dat degene tegen wie de vordering wordt ingesteld in Nederland woonplaats heeft. En de derde is de situatie dat de gebeurtenis waarop je de vordering baseert, dat die in Nederland hebben plaatsgevonden. Maar wat in ieder geval bijvoorbeeld niet voldoende is, is als je afspreekt dat je naar de Nederlandse rechter zult terechtgaan. Dus een forumkeuze is niet voldoende. En ook niet voldoende is het enkele gegeven dat de belangenorganisatie in Nederland is gevestigd. Want zoals ik je al zei, dat kun je heel eenvoudig zelf regelen. Namelijk, je gaat ook als buitenlander naar de Nederlandse notaris en richt een Nederlandse stichting op. Dat trucje is dus niet te gebruiken. En zo'n collectieve actie, kan die dan aangebracht worden bij elke rechtbank in Nederland? Of hebben we een speciale rechtbank die daarvoor bevoegd is? Nee, dat kan echt bij iedere rechtbank. Het was oorspronkelijk in het wetsvoorstel voorzien dat alle collectieve acties naar de rechtbank in Amsterdam zouden moeten. Maar daarvan heeft men uiteindelijk toch afgezien. Wat wel is gebeurd, is dat de zaken als één zaak worden behandeld. En dat betekent bijvoorbeeld dat er een register gaat komen waarin alle collectieve acties worden aangetekend. William, een van de terugkerende thema's bij massaschade is het altijd het bereiken van finaliteit, of met massaclaims moet ik eigenlijk zeggen. Als slechts een beperkte groep gedupeerden procedeert, wordt die uitspraak of de schikking dan ook bindend voor andere gedupeerden. En deze nieuwe wet tracht daar volgens mij ook wat aan te veranderen. Zou je uit kunnen leggen wat? Nou, het is inderdaad zo dat deze wet gaat leiden tot finaliteit in die zin dat mensen wel de mogelijkheid moeten houden om individueel hun zaak aan de rechter voor te leggen. Dat is natuurlijk zo'n eis die onder artikel 6 van het EVRM van toepassing is. En dat doet deze wet door te bepalen dat de uitspraak bindend is voor iedereen die niet een opt-out heeft uitgebracht. En ten aanzien van de timing van de opt-out, zegt deze nieuwe wet dat dat moet niet bij eindvonnis, maar op het moment dat de exclusieve belangenbehartiger wordt aangewezen. En die exclusieve belangenbehartiger, daar komen we denk ik straks nog wel eventjes over te spreken. Want dat is met name relevant in de vraag hoe je omgaat met verschillende belangenbehartigers die eigenlijk proberen over hetzelfde onderwerp de rechter in te schakelen. Ja, en zo'n gedupeerde kan dan niet meer wachten tot het laatste moment op een uitspraak. Die zal dus echt eerder moeten aangeven of die gebruik maakt van zijn opt-out. Ja, die zal inderdaad op het moment dat de exclusieve belangenbehartiger wordt aangewezen, en dat is dus eigenlijk voordat je toekomt aan de echte inhoud van de zaak, zal de klant al moeten bepalen, of althans de belanghebbende al moeten bepalen, ga ik wachten op de einduitspraak of stap ik uit en ga ik ervoor kiezen om mijn zaak individueel voor te leggen. En de grote discussie zal zijn of dat gaat houden onder artikel 6 EVRM. Want eigenlijk kun je als gedupeerde die beoordeling niet op dat moment maken. Maar kun je die beoordeling pas maken op het moment dat je het vonnis hebt gelezen. En je voor jezelf de vraag kunt beantwoorden. Zijn nou al mijn individuele omstandigheden ook voldoende meegewogen in dit oordeel van de rechter op collectieve basis? De rechter had natuurlijk ook een keus voor een opt-in systeem kunnen maken. Dat hebben ze niet gedaan. Hè? Duidelijk voor een opt-out systeem. Is daar het nadeel dan niet van dat je eigenlijk niet weet hoeveel draagvlak er voor een collectieve actie is? Ja, nou daar is wel iets voor geregeld. Hè, want de wet stelt wel eisen aan een representativiteit. Sterker nog, representativiteit is nu een ontvankelijkheidseis geworden. Maar bovendien moet je ook allerlei mechanismen hebben waarbij ook de belanghebbenden, dus degene achter de collectieve actie, invloed hebben op de besluitvorming, op welke manier dan ook. Daar moet je in ieder geval over nagedacht hebben. En dat is wel interessant om daar naar te kijken. En ik zei al even, het is heel gelukkig dat de wetgever niet voor een opt-in heeft gekozen in het kader van een collectieve actie. Want daar heb je namelijk het hele collectieve actiemiddel niet voor nodig. Want het opt-in model kun je bijvoorbeeld ook vormgeven door middel van wat wij noemen het sessiemodel. Waarbij je dus een special purpose vehicle zou hebben die je allerlei vorderingen laat opkopen van laten overdragen van klanten die inmiddels wel bekend zijn met het initiatief. En dat was tot op heden eigenlijk de enige manier om op een goede manier de vorderingen te bundelen. En deze wet maakt het nu dus inderdaad voor het eerst mogelijk om dat te doen zonder dat je de achterban kent. En dat is eigenlijk nog veel wenselijker. Want iedere partij die wordt aangesproken door een grote club mensen is altijd bang
dat zo'n uitspraak uiteindelijk toch weer een soort van reflexwerking zal hebben. En dat betekent dat men zoekt naar finaliteit. En dat is dus inderdaad ook mogelijk door middel van die opt-out methodiek die gekozen is. Hoe gaat de wet eigenlijk om met concurrerende belangenorganisaties? Ik kan me voorstellen dat er, hè, als er een mogelijk potentiële collectieve claim gemaakt kan worden, dat er allerlei belangenorganisaties zullen zijn die daarop zullen duiken. Hoe wordt er dan uiteindelijk gekozen, hè, dat er welke van die partijen daar de collectieve belangen mogen behartigen? Ja, daar is nog weinig over te zeggen bij gebrek aan praktijk. Wat er gebeurt is dat er een soort van beauty contest zal zijn. Op representativiteit, op organisatie, op governance, dan verzin het allemaal maar. En de rechter zal dan vervolgens de keuze hebben uit alle belangenorganisaties die zich gemeld hebben. En daaruit wordt dan een exclusieve belangenbehartiger benoemd. En het interessante is dan dat die exclusieve belangenbehartiger in de procedure alle processtukken gaat nemen. En alle niet als exclusieve belangenbehartiger aangewezen organisaties, die blijven dan wel partij, maar mogen eigenlijk geen stukken meer nemen. Maar de rechter kan bepalen dat dat toch mag. En wat bijvoorbeeld in de parlementaire geschiedenis daarover gezegd is, is dat denkbaar is dat bijvoorbeeld de exclusieve belangenbehartiger eerst een inhoudelijk stuk neemt. En dat alle niet-exclusieve belangenbehartigers, maar wel partijen, vervolgens iets in aanvulling daarop mogen zeggen. Dus een soort van afgeleid processtuk dan zouden mogen nemen. Als ik Kamervragen lees en ook parlementaire stukken, dan zie ik toch vaak voorbij komen dat we in Nederland toch niet naar een systeem toe moet waarbij eens Amerikaanse praktijken zich hiervoor kunnen doen. Hè? De US-style class action. Ik kom dat vaker tegen. Ik heb daar laatst ook met een andere gast op de podcast over gehad. Jan Joosten, die is advocaat en partner bij Baker McKenzie in New York. En die gaf eigenlijk aan dat die praktijk in Amerika eigenlijk er heel anders uitziet dan wij allemaal voor ogen hebben hier. Denk jij dat die angst voor Amerikaanse toestanden in Nederland terecht is? Nou ja, nee. De hele simpele antwoord is nee. Ik denk dat die angst echt zelfs volstrekt onzin is. Want we hebben die cultuur niet. Die gaan we ook echt niet krijgen. En die hebben we ook niet nodig. Want als je kijkt naar wat nou de verklaring is dat Amerikanen toch proceslustiger zijn, is dat er daar gewoon heel weinig sociale vangnetten zijn. En dat betekent dat er een veel groter belang is om de schade ook daadwerkelijk, als je al vindt dat je schade hebt, die schade te verhalen bij een ander. En dat hebben we in Nederland niet, want we hebben hier hele goede sociale vangnetten, met name op het gebied van de inkomensvangnetten. En blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek, want er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, dat van Amerikaanse toestanden in Nederland echt op geen enkele manier sprake is. Als we dan kijken naar de financiering van dit soort collectieve acties, hè, zal toch, als je een collectieve actie gaat voeren, zal toch een flinke investering kosten, laat ik het zo zeggen. Hè. Procederen is duur. Wat zijn de mogelijkheden om nou zo'n collectieve actie te financieren? Ja, nou, collectieve acties zijn sowieso ook nog weer veel duurder dan individuele acties. Dat komt omdat het best veel complexer is. Niet in de laatste plaats omdat je aan al die eisen moet voldoen en ontvankelijkheidshobbels. En al die ontvankelijkheidshobbels leiden weer tot individuele deelgeschillen die de rechter eerst zal willen nemen voordat hij toekomt aan de inhoud, aan de werkelijke inhoud van de zaak. Dus het duurt lang en de kosten zijn hoog. Maar daar zijn weer allerlei oplossingen voor. Wat je traditioneel heel veel zag, was dat de belangenbehartigers dan bijvoorbeeld werkten met een bijdrage van de achterban. Dat leidde ertoe dat er in het oude systeem een hele grote groep zogenaamde free riders waren, die niet bereid waren die bijdrage te betalen, want ze wisten toch wel dat als de collectieve actie uiteindelijk zinnig was, dat voor hen ook van toepassing zou zijn. En dat was natuurlijk niet wenselijk, want dat betekende dat een aantal collectieve acties die wel tot een goede uitkomst hadden kunnen leiden, niet van de grond kwamen. En dat betekent inmiddels dat er allerlei mogelijkheden zijn en ook veel invloed is vanuit de litigation funding kant. En dan moet je dus gewoon denken aan professionele, bijna financiële instellingen die investeren in dit soort vorderingen. En dan dus inderdaad het geld beschikbaar maken om de hele procedure te doorlopen. Onder de afspraak dat aan het einde van de procedure een percentage van de opbrengst, al dan niet na aftrek van kosten,
voor rekening van die funder komt. Ik ben natuurlijk zelf heel actief op het gebied van privacy. Dat is natuurlijk één gebied waar je denk ik zeker collectieve acties zou kunnen verwachten. Op welke andere vlakken verwacht jij nog meer collectieve acties voor schade? Ja, ik verwacht ze op alle mogelijke vlakken. En dan moet je denken aan kartelschades, beursgangen, milieu. We hebben natuurlijk de agenda gehad. Mensenrechten, nou verzin het allemaal maar. Al dit soort onderwerpen komt het op voorbij. Als er ergens maar een groep mensen is die in een soortgelijke omstandigheid verkeert, dan kun je met zo'n collectieve actie een heel nuttig en een heel efficiënt middel inzetten. En dat geldt, dat zei ik eerder al in deze podcast, ook voor de gedaagde partijen, omdat het tot finaliteit kan leiden. Dus het geschil wordt echt opgelost. En tot slot verwacht je dat ze ook veel zullen komen, die collectieve acties? Ik denk het wel. Ik denk dat er wordt al best veel op basis van collectieve acties geprocedeerd. Nou, de hobbels worden wat hoger, maar de mogelijkheden worden wat groter. Ik weet niet hoe dat in de praktijk zal uitpakken. Kijk, wat de hoop is die de wetgever heeft, is dat er veel meer geschikt gaat worden. En dat is wel even de vraag of dat gaat gebeuren. Want je ziet dat er nu in de procedure een heel flink aantal hobbels additioneel worden opgeworpen die er niet waren. En die hobbels die zijn soms ook geherformuleerd. En dat betekent dat de gedaagde partijen nu weer heel veel mogelijkheden hebben om eerst heel uitgebreid het debat te voeren over de vraag over, ben je wel representatief? Zijn de situaties wel soortgelijk? Nou, dat soortgelijk, dat is in de huidige jurisprudentie al wel echt uitgekristalliseerd. Maar die representativiteit en hoe hoog de lat ligt en waar de lat dan precies ligt, ja, daar kun je heel lang over doorprocederen. We zullen het moeten afwachten. Ik denk dat er voldoende partijen zijn die het een hele interessante manier vinden om te procederen en belangen te behartigen. Dus ik verwacht wel dat het inderdaad veel ingezet zal worden, dit wapen. Ik vermoed dat je een erg boeiende praktijk tegemoet zal gaan met deze verruiming, William. Het is een hele leuke praktijk. Nou, ik vond het in ieder geval hartstikke leerzaam vandaag en bedankt voor je bijdrage. Leuk, met veel plezier. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wat zijn jullie verwachtingen voor deze nieuwe wet? Gaan we op naar Amerikaanse toestanden of zal het zo'n vaart niet lopen? Laat het weten op onze website www.aboutlaw.nl of laat een bericht achter op LinkedIn. Bedankt nogmaals aan William voor het prettige interview. Ook een shout-out naar de luisteraars die ons berichten sturen met feedback en podcastsuggesties. Dat helpt enorm. Hoe je ons ook kan helpen is door vriend van de podcast te worden. About Law zit sinds kort op Patreon. Podcast luisteren is gratis, maar podcast maken helaas niet. Door een vriend van de podcast te worden kun je ons maandelijks een beetje steunen. Ga naar de tab Steun About Law op onze website en meld je aan. Alvast ontzettend bedankt voor jullie steun. Deze podcast is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De sound engineer is Sam Williams en de muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen. Tot de volgende keer!